Hallo, welkom bij RTV Meppel. Vandaag gaan we mensen vragen wat ze doen met Sint Maarten. Ook een snoepje? Viert u Sint Maarten? Ja, normaal wel inderdaad. Dit jaar niet. Nee, waarom niet dit jaar? We zijn in het zuiden dit jaar, dus vandaar. Ja, ja. En liep u vroeger ook elk jaar Sint Maarten? Ja, als jong meisje heb ik wel zo lang mogelijk Sint Maarten gelopen. En wat was je favoriete snoep om te krijgen? Die kleine doosjes Smarties zijn het volgens mij? Ja, die vond ik heel lekker. Viert u Sint Maarten? Ik vier geen Sint Maarten, maar ik zorg wel dat ik iets in huis heb voor de kindjes die langskomen. Ja. En wat haal je dan vooral in huis? Eigenlijk heel veel snoepgoed. Allemaal lekkere nijtjes die ik zelf ook lekker vind. Verwacht je veel mensen dit jaar? Ja, wij wonen in een buurt met veel kinderen. Dus die weten dat er veel te halen is bij ons. Dus ze komen voluit zingen. Ja, heel leuk. Ja. Liep u vroeger ook altijd Sint Maarten? Toen ik klein was, kijk even mijn moeder aan. Ja, gingen we inderdaad met lampionnetjes langs de deuren. Met zakjes vol met snoep kwamen we weer thuis. Ja. Loop jij Sint Maarten? Ja, normaal gesproken wel. Maar als het zaterdag gaat regenen, dan denk ik niet. En wat is je favoriete snoep om te krijgen? Ja, gewoon zakjes Haribo. Maar als ik een mandarijn krijg, dan ben ik niet heel blij, nee. Altijd al Sint Maarten? Ja. Eerst sliep ik wel, zeg maar, voor mezelf, maar nu loop ik voornamelijk mee met mijn broertje. En verwachten jullie ook veel mensen aan de deur, veel kinderen? Nou, meestal krijgen we niet heel veel mensen, want ons huis ligt net niet op de route. Maar meestal een paar buren, maar dat is het wel. Daar komt Sint Maarten aan. Tot de volgende keer!